Ter promotie van het Tango Festival dit weekend in Brussel trekt presentatrice Francesca van Thiele haar dansschoenen aan. Niet op een doordeweekse dansvloer, maar wel in het metrostation Schumann in Brussel. Welk effect heeft de Argentijnse tango op de gehaaste Brusselse pendelaars? We wilden de tango een beetje bij het Brusselse publiek bekendmaken. Dus dat ze weten dat we bestaan en dat ze geprikkeld worden door de muziek en door de dans. Voilà, we maken de metro mooier dan dat hem is. La musique. Maar ik moet mijn echtgenoot kunnen overtuigen om mee te dansen. Dat is het probleem. Maar ja, misschien komt het nog. Ja, wie voilà. Weet. Het zal misschien komen. Ja. De vloer is niet perfect, had ik niet verwacht, maar het is een beetje rubber natuurlijk, dus je plakt er een beetje aan vast, maar veel moet dat niet zijn. Hè. En het duurt niet lang vooraleer de eerste pendelaars een pasje wagen. Geslaagd is. Hè. We hebben een applaus gehad. We hebben mensen kunnen overtuigen om te komen dit weekend. Er hebben zelfs wat mensen al een danspasje gewaagd. Dus wij zijn heel content. En de avond begint nu pas eigenlijk. Hè.